In Schaik zou dit weekend een gedenksteen worden onthuld voor een Duitse piloot die daar in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Maar die onthulling gaat niet door na protesten van het federatief Joods Nederland. En als één ding blijkt uit dit nieuws, dan is het wel dat de Tweede Wereldoorlog, waarvan we de slachtoffers zondag gaan denken, nog steeds niet echt voorbij is. En daarom is er alle reden om te praten met Elben den Braber uit Budel over zijn roman Mijn vader was een NSB'er. Moeten we vandaag 2014 inmiddels nog uitleggen wat een NSB'er is eigenlijk, denk jij? Nou, voor de jongere kijkers? Ja, zeker. Zeker. Nou, doe maar dan. Nou, NSB'ers wordt vaak als scheldwoord gebruikt. Hè? Als iemand een ander verraadt. Of dat nou in de sport is. Het is een hele zware beschuldiging, hè? Als je die vandaag de dag nog naar je hoofd krijgt. Ja, het is misschien wel een van de zwaarste beschuldigingen die je kunt krijgen. Want niemand wil een verrader zijn. Het was een partij, voor en tijdens de oorlog. Ja. Politieke beweging. Politieke beweging, ja. En als je daar lid van was, dan, in die tijd was het, maar na de oorlog was dat in elk geval een hele slechte beurt die je dan maakte. Ja, want die kozen voor de Duitsers. Ja, je laat zien hoe het kan werken in een familie. Hè? Daar gaat jouw boek over. Ja. De vader die na de oorlog meteen is gesneuveld, doodgegaan in elk geval. Ja. Hoe dat zijn geschiedenis doorwerkt in de rest van die familie. Dat is een heftig verhaal, hè? Ja, want Het werkt door naar de kinderen, maar ook zelfs naar de kleinkinderen. En ik heb daar onderzoek naar gedaan. Heel veel mensen geïnterviewd. Maar hoe werkt dat door dan, bijvoorbeeld? Na de oorlog zag je dat mensen zaten met schuldgevoel en schaamte dat hun ouders bij de NSB zaten. En dat werkt door middel van het zwijgen. Hè? Ze durfden er niet over te praten. Ze wilden doorgaan met hun leven, maar ze wisten dat in de buurt, in het dorp of in de stad iedereen hun daarop aankeek. Maar dat is kenmerkend, hè? Dat zwijgen. Ja. Na de oorlog viel er een grote stilte. Ja. En dat betekent dus dat heel veel kinderen, of daar weer kinderen van, die voelden wel, er is iets. Maar wat? Ja, wat precies. Hè? Zeker kinderen die na de oorlog zijn geboren, die kregen dat niet te horen van hun ouders. Maar er zijn in totaal ruim 500.000 kinderen van NSB'ers. En die hebben dat toch allemaal meegemaakt. Ja, daarover gesproken. We hebben een verhaal uit de praktijk daarover. Dat is van Martin Reuser. Die heeft als 4-jarig kind foute ouders in de oorlog. Zijn hele leven stond in het teken van geheimen en leugens, zoals jij ook zegt. Een moeder die zweeg over het NSB-verleden en een vader die als SS'er sneuvelde in Deurne in september 1944. Iets wat zijn moeder hem dan weer nooit vertelde. De Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse IJsselstein. Pas 6 jaar geleden kwam Martin er na een tip achter dat zijn vader hier begraven ligt, al sinds het einde van de oorlog. Het is voor de 3e keer dat hij het graf bezoekt. Ja, ik vind het wel heel confronterend weer. Ja. Ook omdat ik er niet vanuit gegaan was dat ik er nog een keer zou komen. Een amateurhistoricus uit Deurne die onderzoek deed naar gesneuvelde soldaten in zijn woonplaats, vertelde Martin hoe zijn vader aan zijn einde kwam. Hij was in Deurne, daar kwam hij aanrijden met nog wat maten. In een munitiewagen en toen kwam er van twee kanten een Engelse tank. Die hebben geschoten en toen is die hele boel ontploft. En daar zijn ze dus bij omgekomen, ja. 1 tussen de 1000, hè. Toen ik hier voor het eerst kwam was ik heel erg boos. Heel erg boos, ja. Waarom? Ja, om wat hij gedaan heeft. Dan denk ik, Jezus, wat gebeurt er met je dat je zo'n keus maakt? Ik kan het gewoon niet begrijpen. De vader en moeder van Martin hulden met de Duitsers. Ze waren fanatiek NSB'er. Ik heb het vermoeden dat het NSB-gehalte binnen de familie van mijn moeder vrij hoog was. Want mijn opa was erbij, mijn moeder was erbij. Een andere oom, die is later in Duitsland gebleven. Maar ik snap gewoon niet dat je in dienst gaat van een ander land. Dat begrijp ik gewoon niet. Nee. En dat je mensen verraad die ondergedoken zitten of die Jood zijn, dan denk ik, Jezus, nog aan toe, wat we. Ja, en misschien voor een paar luttele guldens toen, hè. De moeder van Martin heeft nooit tegen hem over het verleden gepraat. Hij vond bewijzen en archieven pas na de dood van zijn moeder, bijna 20 jaar geleden. Het probleem is dat je als kind dus niet naar je ouders kunt gaan, of in dit geval naar mijn moeder, om te vragen van, nou, wat is er nu werkelijk gebeurd? Want ze wilden er niet over praten, die keren dat ik er naar vroeg. Dan kreeg ik eigenlijk een antwoord waarvan ze dacht, nou, dan is hij daar tevreden mee en klaar is Kees. Want ze heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij aan het Oostfront gesneuveld was. Nou, daar is hij helemaal nooit geweest. Nooit.
Nee. Toch is Martin ervan overtuigd dat zijn moeder moet hebben geweten waar en hoe zijn vader is gesneuveld. In een blad, De Zwarte Soldaat heette dat geloof ik, en daar heeft het ingestaan, een advertentie. Ja. Ik bedoel, dus ze wist gewoon dat hij dood was, ja. En als ze dat gezegd had, en dan hoeft ze nog niet eens te vertellen dat ze zelf bij de NSB was, want dan had ik geen 50 jaar hoeven zoeken. Dat is gewoon weggegooide tijd, terwijl die al 50 jaar of meer hier lag. Hoe zwaar heb je het gehad in die 50 jaar? Ja, heel zwaar, heel zwaar. Ja, zelfmoordpoging en al dat gedoe nogal meer. En ik denk dat je ergens als kind of als ouders verplicht bent je kinderen te vertellen over het verleden, hoe vervelend dat ook is. Dat ben je gewoon bijna verplicht. Ik vind het heel normaal dat het me nu toch emotioneert. Hè, maar ik bedoel, verder kan ik goed door met mijn leven. Ja. Ja, Elmer, wat een verhaal, hè? Ja, heel aangrijpend. Ja. Ja. Is dit kenmerkend voor verhalen van NSB-kinderen? Ja, je ziet heel veel overeenkomsten. Dus hij zegt, 50 jaar van mijn leven is weggegooid. Hij had het maar eerder verteld. Geweest, wat was er nou eigenlijk aan de hand? Ja, ja. En je ziet, het hakt er gewoon in. Ja. Nou wordt aanstaande zondag, hebben wij de dodenherdenking. Mm-hmm. Ik vertelde net het verhaal van Schaik, hè, een Duitse vlieger. Wordt niet herdacht daar, omdat groeperingen daarop aangedrongen hebben om dat niet te doen. Mm-hmm. Wat vind jij ervan, dat na zo lange tijd dat nog steeds niet kan? Nou, of je het dan op die dag moet herdenken, ja of nee, laat ik in het midden. Maar er moet zeker wel ook aandacht zijn voor die kant van het verhaal. Hè? Want dat zijn kinderen van NSB'ers zijn uiteindelijk ook slachtoffers van wat er is gebeurd in de oorlog. Zij kan er niks aan doen dat hun ouders daarvoor hebben gekozen. Maar het lijkt alsof die emoties, of dat nooit ophoudt. Nee, dat gaat altijd maar door. Hè. Volgend jaar zal het precies hetzelfde zijn. Zolang dat al die mensen nog leven, blijft het een heet hangijzer. Ja. Is dat ook de reden waarom je dacht van dat thema ga ik pakken? Daar zit nog steeds iets in. Ja, er zit nog heel veel in. En het verhaal wat ik in mijn hoofd had, dat werd steeds groter. En op een gegeven moment kom je op het punt van of je gaat het opschrijven, Elmer, of je laat het links liggen. En ja, ik heb ervoor gekozen om het op te schrijven. En het drong zich op, dat verhaal. Dat wilde je vertellen. Ja, ik kon het niet meer wegleggen. Ja. En ik moest het opschrijven. Maar dit kun je niet echt verzinnen, want het is natuurlijk een verhaal uit de werkelijkheid gegrepen. Dus dan moet je wel kijken dat het klopt. Ja, er gaat heel veel werk aan zitten om kijken naar historische feiten. Want het verhaal begint in 1939 en loopt helemaal door tot aan het einde van de oorlog. En, ja, historisch onderzoek dus. Ja, want het moet wel kloppen. Het is een debuut. Ja. En eindelijk, het is zover. Hij is er. Ja. Nou, hij is er nog niet helemaal, hè, je boek. Ja, over 2 weken dan rolt hij van de drukker af. Maar het is al wel te bestellen. Ja. Kijk. En het heet Mijn vader was een NSB'er. Schrijver Elmer den Braber.